Yo mensen, ik ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. Voor vandaag heb ik een vlog en het is nergens anders dan in Bellewaerde Park. Bellewaerde Park is een heel erg leuk familiepark dat zich ook focust op dieren en attracties, gelegen te Ieper in het West-Vlaanderen. Nu is het zo, ik ben hier in 2015 geweest en daar vind je nog enkele video's van terug, niet heel veel op mijn kanaal. Want 2015 is het jaar waarin ik mijn kanaal heb opgestart en video's ben beginnen maken. Dus is het eigenlijk gewoon de eerste keer dat ik hier echt een goede vlog kon maken en een goede video kon maken. Het is 2020 en dit jaar hebben ze een nieuwe familieachtbaan geopend, genaamd Wakala, gebouwd door Gerstlauer. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. En mensen die mij kennen, die weten dat ik een grote fan ben van madhouses. En hier hebben ze er eentje staan, het magische huis van Houdini. En wauw! Dat is echt gewoon een fantastisch madhouse. Ook hebben ze hier de eerste operationele boomerang staan van Vekoma. Dus dat is ook een heel leuk weetje, die gaan we zo meteen ontdekken. Want we zijn hier bij de ingang van Mexico. Jullie konden net al een shot zien. En deze ingang is recent vernieuwd. En ik vind het er heel mooi uitzien, ook met zo'n torentje hier en zo. En ja, gewoon hier ook tickets en zo. Ik vind het eigenlijk heel erg mooi gedaan. Dus ik ga stoppen nu met praten en ik ga gewoon naar binnen gaan. Want het belooft een... ja, best wel een druk dagje te worden, maar wel een heel leuk dagje. Want ik vind dit een heel leuk en gezellig park. Laten we beginnen in Bellewaerde. Oeh, ook vandaag is die zon weer aanwezig, dames en heren. We zijn net binnengekomen ook. En hier kan je meteen je parkplannetje... halen. Ik vind het ook grappig hoe er gewoon ook in het Mexicaanse planos bij staat. Dit is een beetje het entreeplein. We bevinden ons achteraan in het park bij Boomerang. Die zijn testrondjes aan het doen, want het park gaat over enkele minuten openen. Ik wil nog even een goed woordje doen, want we zijn hier bij de info een bandje gaan halen voor minder valide. En dat personeel hier, wauw, niks op aan te merken. Dit is gewoon perfect. Vriendelijkheid op en top, ik vond het echt geweldig. En dan wil ik jullie ook nog één iets laten zien. En dat zijn de desinfectiepunten hier. Want de desinfectiepunten, die zijn automatisch. Ja, dat is toch fantastisch. Je hoeft niet eens meer op een pompje te drukken of zo. Nee, gewoon honden houden en dan, ja, dan... ik weet niet of jullie de sprankeltjes zagen, zeg maar. Maar ja, ik geloof van niet. Wij gaan nu echt het park in. Ik vind het nu al geniaal, dit ontvangst hier in Bellewaerde. Ja, ik heb sowieso dit park heel graag vorig jaar na lange tijd weer eens gedaan. Heel erg positief geweest over mijn bezoekje toen. Dus we lopen nu het Mexicaanplein op en dan gaan we waarschijnlijk beginnen met een ritje in Huracan. Huracan, let's go. Heel benieuwd. Oeh, wat is het donker hier. 1 uur wachttijd. Nou, gelukkig is dat niet het geval. Nou, ook hier staan weer markeringen. Die zijn, ondanks het donker, is toch goed zichtbaar, vind ik. Wauw. Ik herinner me dit al bijna niet meer. Ja, ik was hier dus vorig jaar, dames en heren, maar toen heb ik niet gevlogd. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit. Heel benieuwd ben ik. 30 minuten vanaf hier, nou dat hoeven we gelukkig ook niet te doen. Oeh, dat is een goede keuze om naar hier te komen. Hier is meer licht. Wat ik me wel nog kan herinneren is dat dit een heel mooi station had. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ben je vandaag ook met Bram? Hoi. Hoi. Ook met een Plopsa-maskertje. En vanaf hier is het aanschuiven. Dus dat gaan we maar even doen. Volgens de app 5 minuten. Nou, ik geloof iets langer, maar we zullen zien. Huracan. Zoals jullie al konden zien heb ik in het station een paar shots gefilmd. Het station vond ik heel mooi, maar de rit, ja, dat is hem toch echt niet eigenlijk. Ik vond het niet slechter dan ik me kon herinneren, maar ik vond hem ook niet beter dan ik me kon herinneren. Wat ik wel opmerkte is dat het heel licht was en dat je het plafond en de loods heel goed kon zien. Nu weet ik niet of dat door corona ligt, dat ze misschien daakplaten opengelaten hebben ofzo, want dat kan altijd. Zie bij Mayaland in Plopsaland de pannen natuurlijk. Maar het was heel licht binnen en je kon heel goed de lood zien en zo. En ja, dat vind ik gewoon minder.
Ik vond hem wel leuk, maar het is zeker geen topbaan voor mij. Het was wel een leuk familiebaantje. En dat is waar Bellewaerde bekend om staat. Gewoon een leuk familiepark. En ik wil jullie iets laten zien. En dat zijn de desinfectiepunten. Zoals jullie weten vind ik de desinfectiepunten in Bobby Island echt geniaal. Moet je dit zien. Wauw. Gewoon een heel toilet ofzo. Alleen dan zonder urinoirs ofzo. Je kan je handen dus desinfecteren. En daar heb je terug zo'n rol zoals in het toilet, wat jullie net konden zien. We zijn hier dus in de toiletten. Normaal gezien wil ik nooit in de toilet, maar hier is gewoon niemand. Dit vind ik echt geniaal. Kijk, je duwt. En er komt een dok uit. Ik zie mijn dokje niet. En ook terug afspoelen. Dit is geniaal. Dit is toch fantastisch? De aankleding is alleen een beetje minder, maar het is gewoon heel effectief en praktisch. En ik ben heel hard aan het praten, want deze speaker hier staat zo laat. Holy shit. En ik wou ook nog graag heel eventjes over die toiletten zeggen dat ze heel netjes zijn. Ik vind het echt heel goed hier onderhouden, dit park. Dat zie je bij de entree, op de pleinen en bij de toiletten. Dat is een groot pluspunt hier aan Bellewaerde Park. Oh mensen, ik heb hier zo hard geen zin in, maar we gaan er toch in. Hij moet er toch maar eens aan geloven. Dat is de keverbaan in Bellewaerde. Misschien wel de slechtste achtbaan van heel België. Sowieso zonder twijfel de oncomfortabelste achtbaan van heel België. Vorig jaar kreeg ik hier een enorme schok in en die heb ik zelfs de dag daarachter nog gevoeld in mijn rug. Dus dat. Ik zal hem een nieuwe kans geven nu. We staan hier tussen de schuttingen. Heel donker is het hier, hè Bram? Ja. We komen er net uit. Het was verschrikkelijk. Als ik me niet vergis, is dit de oudste achtbaan van België. Ook gewoon echt veruit de meest oncomfortabelste van België. Het was echt, echt vreselijk. Eén keer nooit meer. Ongetwijfeld. Doe ik niet meer. En ook daar, en ook op deze bocht hier, die trilde zo insane hard. Ik heb nog nooit zo'n rattle gevoeld op een baan. Echt insane. Raad ik de keverbaan aan? Nee. Nee. En dat zeg ik niet vaak, dat ik iets niet aanraad. Dus dat. Doeg, keverbaan. Tot nooit meer. We zijn aan het wandelen hier in Cowboy Town. Ja, Cowboy Town. Ik heb geen idee hoe dat dit noemt. Ik ben Bobby Island gewoon. En dan zien we dat we twee richtingen hebben. Wij lopen nu zo aan deze kant. Bram doet het lekker fout. Oh, jij wandelt naar het desinfectiepunt. Nou, kan ook. En wat vind ik van dit gebiedje, of deze straat eerlijk gezegd? Is wel mooi. Ja, dat is wel mooi. Dat is eigenlijk het enigste wat ik ervan kan zeggen. Hier hebben we River Splash, Lokvloem. Ik denk dat we die maar even overslagen, want daar heb ik niet zo heel veel zin in. Misschien later op de dag wel, maar nu, ook als je bekijkt deze rij. Nou nee, valt niet mee joh. We gaan gewoon doorgaan. Ja, dat wel, maar daar binnen niet. Dus we gaan gewoon doorwandelen in het park. Vind ik wel een beetje gek eigenlijk. Je wandelt echt zo zigzag heen en weer door dit park. Oh, wacht, hier misschien op gaat de naam staan ervan. Dan gaan we eventjes kijken. Ik ben echt benieuwd wat de naam nu is van dit gebied, dames en heren. Even kijken. En het is Wild Wild West. Oh. Nou, dat. En dit is dus een beetje het parkplan van het park. En we zijn eigenlijk aan het lopen naar ik weet niet waar. Ik heb echt geen idee. Wat heel grappig is dat ze zo ook van die rotondes hebben op ze van die kruispunten zoals hier. Dus wij gaan waarschijnlijk nu in Jungle Mission. We staan dus in de rij voor Jungle Mission. En het is wederom heel donker hier. Maar dit viel me net op. Kijk dames en heren, hoeveel spinnen we hebben hier aan het plafond zijn van die tak. Het is misschien een lastig dak met al die takken natuurlijk, maar ja, ik zal ze toch wel weghalen. Dus het is ook echt heel opvallend, zeg maar. Maar wij gaan nu lekker een ritje in Jungle Mission doen. Het is bijna aan ons. Dit is de wachtrij letterlijk tot hier. Eigenlijk is het gewoon een hoekje om en dan instappen. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Oh ja. Mijn armen zijn net lang genoeg. Maar we kunnen gewoon gaan. Nou, al die moeite gewoon voor niks. Kijk. Oh, wat mooi.
krokodillen. Ah, dat kleintje is zo cute. Oh. Kijk. Oh. Zo leuk. Capybara's zijn dit. Oh nee. Verschrikkelijk. Oh nee. Oh, enge man. Ja. We komen het dorp binnen hoor. Oh. Ha toch op. Ha op. Ha op. Er ontbreekt wel een beetje muziek, vind ik. Zou je zingen? Nee, niet zingen. Wat is lang. Anders dacht ik van bij dan. Oei, 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 oei. Ja, dat is goed spul hoor. Wat mij te doen. Nou, gaan we het dorp alweer uit en dan komen we weer bij dieren. Oh. En die gaat uit. Oh, maar dat trubbelt nog wel, dat ding. Holy shit. Gelukkig staat er een dak op deze boot. Nou, niet dat hij heel veel tegenhoudt, maar... Ah. Oh, zo mooi met die verlichting op de zijkant. Oh, wat mooi. Dat is echt heel mooi. Ja, het doet wel een beetje... aan Dino Splash denken inderdaad. Zo die grot met die tekeningen en dan zo... Holy shit, het druppelt hier. Oh. Nou, het is echt heel mooi. Oh. Zo leuk allemaal. We komen net uit Jungle Mission, wat trouwens een hele leuke attractie is. We zijn nu bij het apenverblijf. Oh, zo leuk. Ja, spring maar. Nee? Oh. Oh my god, ik ben niet klaar hiervoor. Ik ben niet klaar voor Houdini. Oh my god. Vorig jaar voor het eerst in geweest. Op slag verliefd geworden. Ik ben hier trillend uitgekomen, mijn handen helemaal bekolen. We gaan in Houdini. The time has come. Eindelijk. Zo'n blij weerzien. Oh my god, dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Oh nee, dat is fout. Oh. Oh. We staan er, dames en heren, bij Houdini. Fantastisch. Ik heb zo lang uitgekeken naar deze attractie. Naar de decoratie die ik even zal filmen. Oh, we zijn er gewoon hoor. De beroemdste illusionist en boeienkoning der wereld. Bienvenue dans la demeure de l'inégalable Houdini, l'illusionniste le plus illustre du monde, le roi de l'évasion. Mensen die voorshow, what the fuck. Het is zo goed deze attractie. Ik ben nu al helemaal
aan het shaken. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oké, nu ga ik over tot na de rit begint. Oh my god. Houdini. Ik ben trouwens niet zo zeker over deze achtergrondmuziek hier in het park. Het is een beetje ja, popmuziek in een vreemde taal. Nou, ja, ik vind die echt super. Wat ik wel super vind is dus Houdini waar ik net uitkom. Jullie hebben heel veel beelden ervan kunnen zien. Of ik ga knippen, ik weet nog niet eigenlijk hoe ik het ga doen. Sowieso, er komt heel veel beeldmateriaal van Houdini op mijn kanaal. Wauw, wat een attractie. Het is voor mij de beste attractie van België by far. Vind ik hem beter dan Fury? Nou, dat is heel moeilijk te vergelijken, maar ik zou zeggen ja. Ik zou zeggen ja, dat ik het beter vind dan Fury. Ongetwijfeld het beste Madhouse dat ik tot nu toe al gedaan heb. Ik heb wel nog niet Hex gedaan in Elton Towers. Ik heb ook nog niet Le Défi de César gedaan in Parc Asterix. Wauw, het duurde lang om op die naam te komen. Maar ja, Houdini is gewoon één fantastische attractie. Gewoon de hoofdattractie voor mij om hier naar Bellewaerde te komen. Of, dat kan Wakala zijn. Want Wakala is wat ik hier nu zie. Wauw, heel mooi is dat. Daar gaan we nu ook maar meteen in. Een ritje niet maken. Oeh, hij gaat hier net voorbij. Mensen, daar ben ik toch wel benieuwd naar hoor. Oeh, het ziet er leuk uit. Dat wel. Vijf minuten staat er op de wachttrein. Nou, dat wil ik er zeker aan geven. Wij gaan een keertje in Wakala. De single riders, helaas wegens corona niet open. Wauw. Woe. Mijn first reactions, dames en heren. Heel erg leuk gedaan, deze wachttrein. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoor, naar deze achtbaan. Hij is in elk geval wel al qua mooiheid en qua aankleding heel erg goed. Hier zien jullie de first drop. En dan gaat hij zo een beetje gaan. Dat is Wakala. Ik ben heel benieuwd. Er zit ook een soort van soundtrackje bij die jullie misschien kunnen horen. Ik weet niet of dat, mijn camera dat opneemt, maar lijkt me in elk geval erg leuk om te doen. Wat ik goed en grappig vind tegelijkertijd is dat je hier zo bijna er bent, maar dan nog een heel stuk moet afslaan. Dus gaan we nu maar wachten, denk ik. Ik vind dit sfeertje heel erg leuk. Het heeft veel weg van Tiki Waka, maar dan in een andere sfeer, zeg maar, dan dat tropische van Tiki Waka.
Maar ja, het is zeker al goedgekeurd qua aankleding en decoratie voor mij. Ik vind het helemaal top. Als ik dat toch één puntje van kritiek moet geven, ze willen de afstand bewaren in de wachtrij, maar ook hier sta je weer naast elkaar. En dat is dan toch weer een minder puntje, vind ik. We werden Bexy toegewezen in de gele trein. En we staan hier nu in het stationsgebouw. Dus ja, we gaan nu gewoon instappen. Oeh, dit is gek, die hekjes. Ik ben zeer benieuwd, dames en heren. Zeer benieuwd wat Wakala voor ons in petto heeft. We hebben net een ritje gemaakt in Wakala. De nieuwe aanwinst voor Bellewaerde van dit jaar 2020. Het was een hele leuke familiecoaster. Hier zien jullie hem gaan. Nou ja, hij rijdt hier nu niet voorbij. Hij reed net voorbij. Ik heb net mijn thumbnailfoto gemaakt. En wat vind ik ervan? Hij is heel leuk en heel speels. Ja, ik vergelijk hem een beetje met Tiki Waka. Niet alleen omdat de naam er een beetje op trekt, maar ook gewoon omdat het Gerstlauer is. Het grote verschil is dat hier het een lange trein is. En ja, Tiki Waka natuurlijk bobsled coaster is met aparte karretjes. Maar hij voelt wel echt hetzelfde aan als Tiki Waka. Hij doet ook een beetje hetzelfde als Tiki Waka. De meerwaarde aan Wakala vind ik dat hij ook achteruit gaat. Ja, hier is het piratenschip. Ja, ik weet niet waarom ik daar naartoe ga filmen. Dat is voor straks. Heel jammer dat het single riders toe is, anders had ik hem heel vaak gedaan vandaag. Maar de wachtrij, de normale wachtrij, die schuift heel erg goed door. Dus ja, dat is zeer fijn, daar rijdt hij ook voorbij. Hij gaat ook zo door heel dit gebied, dat ging heel goed. Echt overal waar je kijkt, trek. Jullie weten dat ik daar fan van ben, in Heidepark heb je dat ook. Overal waar je kijkt, trek. Dus ja, dat vind ik fantastisch natuurlijk. Wij gaan nu doorgaan, denk ik, naar Dawson Duel. En daarachter gaan we waarschijnlijk eten, ik weet eigenlijk niet hoe het zit. Maar als ik een score mag geven op Wakala, dan denk ik nee, 8 op 10 misschien. Ja, ik zat backseat, ik wil hem ook nog eens graag frontie doen of toch meer naar voren. Want je kan je plaatsen helaas niet kiezen. Hier rijdt hij nog eens voorbij. Daar is hij, Wakala. Ja, echt een leuke coaster voor de hele familie, dat achteruitstukje. Superleuk. Wat ik wel opgemerkt heb is dat hij een kleine rattle heeft. Maar dat, ja, dat is een kleine rattle maar. Dus ik vond hem zeer leuk, 8 op 10 hier in Bellewaerde. Ik moest al mijn bagage afgeven, wat heel logisch is dus bij Dawson Duel. Dus ik ben nu maar even aan het filmen met mijn iPhone. Dat is ook nieuw voor mij. Ik wil op het schermpje kijken, maar ik moet de camera inkijken. Het is heel raar dit. Maar en het schokt ook echt enorm. Ik hoop dat jullie dit toch leuk vinden, want ik wil jullie toch meenemen naar Dawson Duel. Want wow, wat een wachtrij is dit. Mensen, dit is echt... ja, je moet zo helemaal naar boven.
Hij blijft zo draaien. Je hoort het al aan mij. Ik ben nu al buiten adem natuurlijk. Helemaal tot daar moeten we nog wandelen. Verschrikkelijk is het. We zijn dus bijna boven. Hier zien jullie het aquapark. En wow, dat uitzicht is mooi. Ik vind echt een heel mooi uitzicht hier. Op Screaming Eagle, de shot en drop toren van Huus. Mensen, ik ben helemaal buiten adem. Echt verschrikkelijk. Nou ja, we hebben een kleine rijbus hier helemaal. Dus daar gaan we maar in staan wachten. En ik hoop dat jullie het toch leuk vinden, ook al is het andere kwaliteit. En ook al is het een beetje meer amateuristischer. Een duel hebben we net gehad. Ik ben terug naar mijn normale camera gegaan. Veel leuker is dit. Ik hoop dat jullie toch hebben genoten van dat ik jullie een beetje meegenomen heb daarboven. Want het is een hele weg naar daar. En wat vind ik van Downstone Duel? Ja, het is voor mij net niet, weet je. Het is wel leuk dat je zo, als je boven begint, zo over de rand kan kijken. En dan zie je echt dat je wauw heel hoog bent. Maar voor de rest, ja, het is een alpine coaster zonder heuvel. Dus je hebt dat gevoel van die bergen niet. Wat je wel hebt, is dat je zo tussen de bomen heen gaat. Dat is wel leuk, maar ja, het is niet echt een van mijn favorieten hier in dit park. Ik ga bijvoorbeeld veel liever in Wakala. Dat vind ik echt een topattractie nu geworden van dit park. Ik vind het echt heel leuk. Wil ik nog een ritje in maken straks. Wij gaan nu doorgaan. Downstone Duel. Ja, het is niet echt een aanrader eigenlijk. Zelfs dat niet. Het is wel een leuke attractie. Wel typerend en kenmerkend voor Bellewaerde. Maar ik vind hem niet zo leuk. Nou ja, ik kan niet alles leuk vinden natuurlijk. Wij gaan nu gewoon doorgaan naar een volgende attractie. Geen idee waar dat is. Het kan helaas niet alleen maar roze geur en maneschijn zijn, want ik heb een beklachtpuntje, ja helaas, maar dat moet ik ook echt wel vermelden in mijn vlog, omdat het een groot klachtpuntje is. Voor de mensen die Bellewaerde een beetje kennen, een heel lekker restaurant is de Texas Grill, die bekend staat om hun lekkere ribbetjes. Dus ik dacht van ja, laten we gaan eten in de Texas Grill, hè, voor de ribbetjes natuurlijk. Texas Grill is gesloten. Het grootste restaurant van het park is gewoon dicht. Dat vind ik heel jammer. We waren trouwens eerst langs hier gewandeld en daar stond een bord van deze ingang is niet in gebruik. Ze moesten eerst helemaal nog omlopen via Mexico. Hebben we dat maar gedaan. En daar staat dan een bord van dat die dicht is. Nou, kunnen ze hier ook beter vermelden dat die dicht is, vind ik dan. Maar nu is het wel zo dat we echt van bij Downstone Duel de hele andere kant van het park helemaal tot naar Mexico gelopen zijn. Dus ja, dat vind ik toch wel een beetje jammer. Hadden ze toch wel kunnen vermelden. Maar ja, we gaan nu wat anders zoeken om te eten. Ik heb geen idee wat, want ik had me eigenlijk heel erg verheugd op die ribbetjes. Maar ja, we zien wel, we zien wel. De Texas Grill was dus helaas niet open, maar ik heb hier een braadworst gekocht, zeg maar. En ja, dat is heel gek, dat broodje zit er helemaal rond, zeg maar. In plaats van dat dat broodje in twee gesneden wordt. Oh, Doeken gaat vliegen. En dat vind ik heel speciaal, dat heb ik eigenlijk nog nooit opgemerkt. Bram heeft er ook eentje. Deze ochtend nog in geweest en nu staat de rij tot helemaal hier. Mensen, dit is op zijn minst een uur aanschuiven dit. Wauw, ben ik even blij dat we hem deze ochtend hebben gedaan bij zijn opening. Want dat is wel iets. Sommige attracties hebben hier staggerde openings. Jungle Mission was dus bijvoorbeeld maar open om 10:30 in plaats van 10. Dus ja, die wachtrij. Wauw. Allee, zo dicht. Oh. Leeuw. Kijk dit. Ja. Kijk naar mij of zo. Je kijkt gewoon naar de trein die voorbij rijdt. Waarschijnlijk is dat het. Oh. Ik heb net de Benjel Express gedaan. Daar hebben jullie enkele beelden van kunnen zien. Wat is het? Het is een soort van trein en je rijdt dan door dierenverblijven, door leeuwverblijf en tijgerverblijf. Dat is het eigenlijk een beetje. Ook heb hiernaast zo'n uitkijkpuntje dat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Maar ja, het is weer zo'n unieke attractie hier in Bellewaerde. Dus zeker wel de moeite waard om iets te doen. Maar er staat momenteel wel een hele lange rij voor. Dus ja, ja, het is eigenlijk, ja, als je komt voor de dieren zeker een aanrader. En als je niet komt voor de dieren,
ja, dat is dan een beetje minder. Wat wel ook heel leuk is als je komt voor de dieren, is hier de laadpaarden. Ik ga eventjes oversteken. Die dieren zitten waarschijnlijk binnen natuurlijk. Ik geef ze helemaal gelijk. Nou, ik zie ze niet direct. Helaas, maar ja. De training is wel geannuleerd uit veiligheidsredenen. Dus ja, de Benjal Express. Ik ben hier nu aan het wandelen en wat ik heel leuk vind, is dat Wakana zo dit stukje pad heel veel overgaat. 3 keer in totaal. Nou ja, 4 keer als je het stukje achteruit hiervan nu meetelt. Dus ja, dat is wel heel leuk, die interactie. Ik vind het sowieso echt een heel leuk baan. Ook ja, dat je zo al wachtende in de wachtrij midden in de baan staat daar. Echt heel leuk. Maar wij gaan nu doorlopen naar Canada. Je hoort hem misschien al op de achtergrond, je ziet hem een klein beetje. Ik ga in Screaming Eagle. Ja, ik sta hier dus bij Camp Niagara. Zeiknat zijn de mensen. Ik ga deze echt overslaan voor vandaag. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in waterattracties vandaag. Dus gaan we maar in de Screaming Eagle gaan. Ja. We hebben dus net die Screaming Eagle gedaan. Die was super leuk. Beter dan ik mij kan herinneren eigenlijk. Dat wel. Dus wat kan je nog allemaal terugvinden in dit gebied? Dat is dus die Big Shoot, die waterglijbaan die ik net heb laten zien. Maar ja, die kan ik ook in Bobby Island doen. Die ga ik nu niet echt doen. Hier hebben ze een piratenschip. Nou, dat kan ik ook in Plopsaland aan doen als ik wil. Dus dat ga ik hier ook niet doen. En ze hebben ook een kogelmolentje, zeg maar. Zoals Storm op Zee in Plopsaland. En zoals kogelmolen in Bobby Island. Dus dat ga ik ook niet doen. Wat ik wel ga doen is Wakala. Die zegt 10, maar die staat bijna tot buiten. Dus ik geloof niet dat het echt 10 minuten is. Ik denk dat we dan maar eerder een andere attractie gaan doen. We hebben net een ritje gemaakt, of gevaren beter gezegd, in de Benjal Rapid River. En ik vind dat echt een hele leuke Rapid River. Het unieke is gewoon, en dat konden jullie misschien op het vorige shot zien, dat de bootjes bestaan uit 4 aparte delen die in het midden samen zijn gemaakt met een band. En ja, ik ken niet veel andere Rapid Rivers die dat hebben. Ja, ik weet dat El Rio Grande in Walibi Holland had er zo eentje. Maar die hebben die boten enkele jaren geleden veranderd door Hafema boten die we kennen van Genju River in Toverland en van El Rio in Bobbejaanland natuurlijk. Wat vind jij eigenlijk van die Benjal Rapid River van? Oh, leuk hé. Altijd verfrissend als het warm is. Ja, zeker vandaag. Het is weer mooi weer. De laatste tijd in mijn vlogs allemaal mooi weer. Nou, het is zomer. Maar ja, je kan soms pech hebben, maar ik heb eigenlijk alleen maar geluk met de vlogs. Dus super. We staan bij de hoofdingang van het park. Want wij zijn natuurlijk via de zijingang in Mexico gekomen, maar dit is dus de hoofdingang bij Flying Carousel, denk ik dat die heet. En ja, het is mooi aangekleed, maar het is nu niet echt van wat ik zeg van wauw, dan heb ik toch liever die andere ingang. Die vond ik veel en vele malen mooier dan hier.
En we gaan nu een keertje binnenkijken bij de shop. Bram is al naar binnen, dus ik ga maar even eronder door, aangezien er toch geen rij staat. En we gaan een keertje kijken wat deze shop voor ons te bieden heeft. Een oude oldtimer nog, van de oldtimerbaan die hier vroeger stond. En heel veel merch. Dat is iets wat ik eigenlijk echt wel ontbreek in andere Belgische parken. Maar hier in Bellewaerde hebben ze wel leuk merch, precies. Wauw. Alleen precies geen attractie merch. Misschien hier Wakala? Ik weet niet of het Wakala is. Ik denk het wel. Maar ja, dat is iets wat overal eigenlijk ontbreekt in alle Belgische pretparken. Echt van die pretpark merch. Al is er aan Koning Leeuw geen gebruik. We zijn nu aan het lopen naar het volgende gebied en dat is Kids Park. Ja, Kids Park. De naam verklapt het al een beetje. Allemaal kinderattracties staan hier en een heel groot self-service restaurant. En ook het Bloemenkasteel natuurlijk. Wat? Dat is toch een van de enigste parken waar ik nog meet en greet weet georganiseerd worden in België. Dat is waar, ja. In Plopsaland heb je geen meet en greets meer. Babihalland ook niet. Bellewaerde wel, oeh. Het is wel zo dat je 1,5 meter afstand moet houden van de leeuw. Dus bijvoorbeeld zoals die twee meisjes daar staan te doen. Dat is natuurlijk ook een manier, ja, helemaal leuk. Ik ben nog nooit zo nat geweest, mensen. Indianerriver is hier echt niks tegen. Dit is waarschijnlijk de natste wildwaterbaan van heel België. Alhoewel, ja, Indiana River, ik zat vooraan ook hierin en dat was super nat. Bram is letterlijk mijn regenjas aan het uitschudden. Oh, mijn haar en mijn alles. Het ziet opvallend nog redelijk goed, maar ook weer niet super goed. Ik ben aan het wachten tot er een bootje vanaf komt. Nou, die komt ook gewoon niet, natuurlijk. Kidspark werd hem niet, omdat ik mijn batterij is bijna leeg en ik wou nog snel boomerang filmen. Dat heb ik ook zo net gedaan. Ik ben er ook een ritje in gaan maken. Hij is super soepel. Veel soepelder dan Speed of Sound, dan Cobra, dan wat even. Maar mijn batterij valt dus bijna plat. Mijn camera valt bijna plat. Dus ja, ik wou gewoon nog dit filmen. Wat ga ik nog doen? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat ik nu naar El Volador ga, gewoon heel erg snel. Want ja, mijn batterij staat echt op rood te flitsen, zeg maar. Dat wil zeggen dat die zo kan uitvallen elk moment. Dus dit was boomerang hier in Bellewaerde. Als ik jullie niet meer spreek, ik doe sowieso nog een voice-over in dat geval. Maar ja, wat kan ik zeggen over boomerang? Ik zei het net al, hij is super soepel, heel erg leuk. Wat ik grappig vind is dat hij super hard remt en je in één keer stilstaat en niet zo nog een stukje naar boven gaat, zoals de meeste boomerangs doen van Vekoma. Maar ja, fun fact, het was de eerste geopende boomerang ter wereld. En ja, het is nog steeds een hele goede achtbaan. Ik ben net in dit gekke ding geweest, El Volador is de naam. Het is een heus toppeltower en bijna uniek in de wereld. Ik geloof dat er nog maar twee van zijn, waaronder deze eentje van is. Het is een hele gekke sensatie. En ik vind het ook niet echt heel comfortabel ofzo, maar ik vind het wel heel speciaal. Dus heel uniek. En een reden om naar Bellewaerde te komen, vind ik toch wel hoor. Kijk dit dan. En jawel, dames en heren, daar ben ik weer met een nieuwe voice-over, want zoals ik in de video al aankondigde, mijn accu was bijna op en is uiteindelijk ook helemaal opgeraakt, waardoor ik niet meer kon filmen helaas. Gelukkig heb ik eigenlijk alles wat in beeld gebracht wat ik wou in beeld brengen. Wakala hebben jullie uitgebreid kunnen zien en natuurlijk het magische huis van Houdini. Dus, wat vind ik nu van Bellewaerde, mijn mening? Bellewaerde Park is een supergezellig parkje. Nu ja, parkje, het is eigenlijk best wel een groot parkje. Ik had jullie al gezegd dat ik tijdens de middag naar Texas Grill wou gaan en dat ik helemaal van bij Wakala gewandeld was naar Texas Grill. Nou, daar heb ik 20 minuten over gedaan, dus als je het park van het ene uiterste punt naar het andere uiterste punt wil gaan, ben je toch denk ik zo'n 30 minuten zelfs bijna onderweg. Het is echt een pretpark dat zich richt op de doelgroep familie. Dat is ook duidelijk terug te vinden in hun aanbod, want voor de echte trails moet je ook niet naar het park gaan. Het park is heel groen, wat kenmerkend en typerend is aan Bellewaerde. Nog zoiets zijn de dieren die je verspreid vindt over heel het park heen. Ik vind het gewoon een beetje een underdog eigenlijk van dit land, want ik heb Bellewaerde altijd al heel erg leuk gevonden.
Uiteraard raad ik Bellewaerdepark aan. Het is echt een fantastisch park. Echt heel leuk. Zeker met toppers als Houdini natuurlijk. En Wakala mag er ook echt wel zijn. Ik kan dit park meer dan aanraden en ben eigenlijk gewoon over de algemene lijn heel erg positief. Ik wil van deze voice-over ook even gebruik maken om een beetje een update te geven rond mijn kanaal of een beetje meer informatie te geven. Zoals jullie misschien al doorhebben als je mijn kanaal regelmatig eens bekijkt, heb ik al een tijdje niet meer geüpload. De laatste vlog die online is gekomen was die van Plopsaland en letterlijk iets later in diezelfde trip ben ik naar Bellewaerdepark gegaan. Dus je zal wel denken van ja, waarom is er nu zoveel tijd tussen die twee video's? Wel, omdat ik eventjes met andere dingen ben bezig geweest in het leven in plaats van YouTube. Maar... ik ga YouTube weer oppikken en er komen terug nieuwe vlogs aan. Ik heb een grote aankondiging die ik ook weer ga doen. Ik ga binnenkort weer naar Heidepark gaan en ook naar Europapark. En dat ga ik ook allemaal weer vloggen. Heidepark ben ik, ja, echt verliefd op geworden bijna. De vorige keer daarvan kunnen jullie de vlog zien als jullie op de i klikken in de rechterbovenhoek. En Europapark, ja, nog zo'n park die zo geweldig is, waar ik al 2 keer heen ben geweest en waar ik graag met veel plezier een 3de keer heen zal gaan. Jullie gaan het zien, jullie gaan het meemaken. Ook komt er na deze vlog in het tripje een vlog van Plopsaco aan, dus die gaan jullie ook nog zien. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier. Vonden jullie deze video leuk, doe dan dat blauwe... ik bedoel, blauwe. Ja, tegenwoordig heeft YouTube weer zo'n gekke update gedaan en is het nu een grijs of een wit duimpje. Dus vonden jullie deze video leuk, doe dan dat witte, blauwe, whatever duimpje omhoog. Abonneren mag ook altijd op mijn kanaal, dat is gelukkig nog hetzelfde gebleven. Dus zeker doen op de rode knop hier beneden. Zet dan ook even gelijk dat belletje aan, dan krijg je zo'n leuke melding van als ik weer iets nieuw upload. Volg me zeker in de social media die je hieronder ergens in beeld ziet, dan ben je altijd op de hoogte van mij en mijn kanaal. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen, ja ja, en dat is dat ik jullie bij een volgende video terugzie. Tot dan!